Welkom bij het Unity TV nieuws van maandag 14 september. Afgelopen zondag werd de fietstocht Christa Mensert Memorial Ride voor de 6e keer gereden. Met 180 deelnemers vertrok de stoet om 10 uur vanuit Leiden-Dorp richting het Groene Hart. De opbrengst van de vorige ride werd overhandigd aan het instituut Asbestslachtoffers. Initiatiefnemer Paco Busteros Leon maakte de directeur van het instituut blij met een cheque van €2.403. De bij elkaar gefietste opbrengst van dit jaar wordt volgend jaar bekendgemaakt tijdens de 7e Christa's Ride op zondag 11 september 2016.